Het is 21 april, ik heb me vet verslapen en dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Hovers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Vandaag zou ik naar de ambassadeursdag gaan van de autismeambassade in Utrecht. Maar ik heb me ontzettend verslapen. Ik werd met gedachten wakker dat het zondag was. Herken je dat overigens? Dat je wakker wordt op een dag en denkt dat het eigenlijk een andere dag is? Ik stond op en keek opeens op mijn agenda en dacht eigenlijk van hoe laat ga ik naar mijn zoontje? En toen kwam ik erachter van shit, ik had in die ambassadedag gemoeten. Ik had om 7 uur in de trein moeten zitten. Zware heftige paniek eigenlijk van shit, dus maar even ge-sms'd. En ik zit nu een beetje met de gedachte, zal ik daar nog wel heen gaan, zal ik daar nog niet heen gaan. Iets wat ik net ging doen, ik dacht er eigenlijk over na, van hey, is dat misschien een signaal dat ik me verslapen heb? Dus ik ging voelen in mijn lichaam. En wat voelde ik? Heel mijn nek zit helemaal vast. Ik heb pijn op mijn borst. Ik heb spierpijn. Oh ja, shit. Ik had een burn-out. Ik wil niet de klaagauto uithangen hoor. Maar als ik nu mijn lichaam check, dan heb ik allerlei signalen die mij zeggen, hey, het gaat niet goed. Dus signaal 1 was dat ik me versliep. Signaal 2 was dat ik in mijn lichaam van allerlei dingen voel. Dan signaal 3 was dat ik gisteren hier de woning op heb moeten zeggen. Omdat de financiële situatie dat niet meer toelaat. Het was een moeilijke knoop om door te hakken. En ik baal er ook ontzettend van dat ik het heb moeten doen. En ik had gehoopt dat ik er rust van zou krijgen. Maar ik krijg er alleen maar meer stress van. Want ik moet nu gaan verhuizen. Hier staan nog een aantal meubels. Moet ik die gaan opslaan of verkopen? Mocht jij nou nog een leuke bank zoeken of een tafel of een heel mooi king size bed? Laat me even weten. Ik moet hier allerlei abonnementen afzeggen. Ik heb nu gisteren een lijstje gemaakt, maar ik merk, ja, dan zit je hier toch vandaag weer mee. Dat is een beetje de reden, denk ik, dat mijn lichaam mij waarschuwt van, hey Gijs, doe nou even rustig. Ik wil heel graag werken, ik wil heel graag dingen doen. En, oh ja, shit, ik had een burn-out. Dan moet je steeds minder doen. Ik word er af en toe een beetje moedeloos van. Ik ben blij dat ik kan zien hoe mijn lichaam op dingen reageert en dat ik dat ervaar en voel. Ik vind het echt super lastig wat de gevolgen daar allemaal van zijn. Ik ben blij met een thuisbegeleider die dan roept, ja maar Gijs, dit is maar voor even, dit is niet voor altijd. Deze vlogs gaan over autisme, maar ook over het leven zelf. En dit soort dingen horen bij het leven zelf, denk ik dan. Want niet alles is autisme. Maar het is wel zo dat de problemen die ik nu ervaar in mijn leven zijn een soort aardappels, zeg maar. De jus van autisme gaat daar overheen, of de saus. En soms is de saus zo dik dat je geen aardappels meer ziet, zeg maar. Ja, dit is dan vandaag wat ik met je wilde delen. Ik weet eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Ik ben gewoon eigenlijk super moe. Ik weet het niet. Ik weet het even niet. Ik kom er uiteindelijk wel weer uit. Ik ben er altijd uitgekomen. Er is zo'n mooi liedje van volgens mij Benny Jolink is dat. Ik kom altijd weer terug. Nou, daar sluiten we dan maar mee af. Deze moeten we maar wel